Beste mede-Kiwanisleden, namens de Kiwanis geleenleden en namens het bestuur nodig ik jullie uit om het 34e congres van Kiwanis Nederland bij te wonen. Ook in 2020 wordt het Kiwanis congres op één dag gehouden en wel op zaterdag 12 september in mijn woonplaats de Wereldstad Geleen. Wereldstad, jazeker. Dit is de regionale benaming van Geleen en komt door de vele buitenlandse mijnwerkers die in de jaren 20 daar zijn gaan wonen. En daarmee is Geleen de eerste multiculturele stad in Nederland. We hebben voor jullie een superleuke dag in petto met verrassende elementen. Het congres wordt gehouden op één locatie, de Bieshof in Geleen. De Bieshof was tot 5 jaar geleden nog een werkzame carré-boerderij met ongeveer 40 melkkoeien. Hier heb ik, laat ik het voorzichtig omschrijven, heel wat Dr. Pol-momenten mee mogen maken. Jullie kennen Geleen misschien niet zo goed, maar Geleen heeft een oude, rijke geschiedenis. In onze gemeente zijn ruim 30 jaar geleden restanten gevonden van de bandkeramiekers. Deze leefden in het jaar 5000 voor Christus aan de oevers van de Geleenbeek. Geleen is dus de oudste nederzetting in Nederland. Waar jullie Geleen wel van kennen is ongetwijfeld de vele lichtjes langs de A2 als jullie op vakantie gaan of van vakantie terugkomen. De industrie die daar zit is het Gemmerlotterrein. Tot voor 10 jaar geleden bijna geheel benut door de DSM. Trouwens, de Geleense steenkolenmijn de Staatsmijn Maurits was toentertijd de modernste en veiligste mijn in Europa. Een andere historische gebeurtenis van Geleen. Geleen had als eerste een betaalde voetbalclub, Fortuna 54, met bekende spelers als Cor van der Hart, Frans de Munk, Vaas Wilkes, Bram Appel. Ook Pinkpop is 50 jaar geleden in Geleen ontstaan. Geleen heeft dan wel industrie, maar aan de zuidoostkant ligt Geleen aan de voet van de allereerste heuvels van Zuid-Limburg en aan de rand van het stammende bos, een uniek Hellingsbos. Hier ligt ook onze congreslocatie, de Bieshof. Geleen heeft een uitgebreid verenigingsleven. Harmonieën, carnavalsverenigingen, schutterij, sportverenigingen, ijshockey onder naam de Smoke Eaters, een 400 meter buiten ijsbaan. En natuurlijk de mooist gelegen tennisbanen van Nederland, GTR. De club waarvan ik jarenlang bestuurslid geweest ben. Kortom, er is veel te doen. Kiwanis Geleen staat met haar leden midden in deze Geleense gemeenschap. Tijdens het congres zullen diverse van deze punten terugkomen, zowel in het ochtend, het partner- als het middagprogramma. Mijn motto als gouverneur is: Kiwanis zijn we samen. Ik hoop dat jullie in 2020 samenkomen in Geleen om vervolgens verder te bouwen aan een goed, inspiratievol Kiwanis Nederland. Samenwerkend onder de slogan Serving the Children of the World. Laat je verrassen op zaterdag 12 september 2020. Jullie zijn allemaal van harte welkom.